Goedendag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaatsen.nl. En in dit Weerjournaal gaan we het uitgebreid hebben over het weer dit weekend, want de zomer gaat beginnen. Vandaag was er nog duidelijk geen sprake van zomerweer. Het was wel iets vriendelijker dan de afgelopen dagen, want in de bewolking zaten toch wat meer gaten. De zon kon zich wat vaker laten zien, maar de bewolking had de overhand en plaatselijk vielen ook buitjes. Kijken we naar het weer voor de komende 24 uur. Nou, dan zien we dat de bewolking en de neerslag wat minder wordt. En vooral zaterdag overdag zien we de bewolking voor een groot deel oplossen. In het noordoosten geeft hij nog een enkele bui aan. Daar zou het nog even kunnen spetteren. Temperaturen gaan dan ook iets omhoog. Vandaag hield het allemaal nog niet over met 16 tot 19 graden. Zo'n 20 à 21 graden is normaal voor deze tijd van het jaar. De zomer begint morgen. Niet per se omdat het heel fraai weer is. Wel omdat de zon dan op zijn meest noordelijke punt staat ten opzichte van de aarde. Morgen hebben we dus de langste dag. Dat merken we dan vanavond ook al: de zon gaat echt laat onder. Vanavond dus nog enige tijd een afwisseling van wolken en zon. En lokaal kan er een buitje vallen. De meeste zon verwacht ik in Zeeland. Temperaturen zijn natuurlijk niet zomers. Rond een uur of negen is het 14 graden. Komende nacht neemt de bewolking zelfs weer wat toe. Kan er opnieuw lokaal wat gespetter vallen? Temperaturen dalen dan naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgenochtend beginnen we met die wolken en dat lichte buitje. Op een enkele plek schijnt al de zon. En in de loop van de dag gaat de zon op steeds meer plaatsen schijnen. Het westen en zuiden verwacht ik de meeste zonneschijn. En in het oosten en noordoosten duurt het het langst wat betreft de hoeveelheid bewolking en ook de kans op een bui. Misschien valt daar zelfs morgenavond nog een enkel buitje. Maar droge weer overheerst overal en de regenhoeveelheden zijn klein. Temperaturen 18 graden in de noordelijke helft, 19 à 20 in het midden en zuiden. De wind komt morgen uit het noordwesten, is in de zuidelijke provincies 2 à 3 boven, in de noordelijke provincies rond 4 boven. En dan het weer voor zondag. Het ziet er eigenlijk nog iets beter uit dan zaterdag. Meer ruimte voor de zon en ook geen grijze start. Eigenlijk overal meteen al een afwisseling van zon en wolken. En in de loop van de dag dus steeds meer ruimte voor de zon. Temperaturen ongeveer gelijk met morgen. 18 graden in het noorden en 20 à 21 graden in het zuiden. En ook zondag geldt weer. Langs de oostgrens is er nog een kleine kans op een bui. Maar heel veel zal het niet voorstellen. Maandag geven de weermodellen een droge dag aan, ook dan 18 tot 20 graden en geregeld zon. Dinsdag neemt de kans op buien weer toe. En ook op de langere termijn zien we eigenlijk niet al te veel veranderen. Die trend omhoog die is er nog steeds, maar het is nog steeds een hele minimale. Voorlopig moeten we het doen met temperaturen rond of iets onder de 20 graden. Ik wens u een heel prettig weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.